Op het moment dat ik lach, heb ik ook wel zo'n breed gezicht. Hallo, ik ben hier in de Stadsfeestzaal in Antwerpen. En moest je het woord selfie nog niet kennen, dan ben je misschien niet helemaal mee. Maar geen nood, vandaag ga ik eens horen wat jullie favoriete selfie-poses zijn en of selfies zelfs nog wel in zijn. En moest dat nu niet het geval zijn, ja, dan heb je niks gemist, hè. Maar let's check it out. Nemen jullie vaak selfies? Nee, eigenlijk niet. Nee. Eerlijk, hè? Ja, op Snapchat wel, maar anders niet echt. Nee. Absoluut niet. Nee, ik heb gewoon niet het gezicht voor selfies. Dan moet je dat gewoon niet doen. Echt, elke doet het altijd, maar ik helaas niet. Ja, als we uitgaan of zo, dan doen we wel een selfie. Of dan wel, maar dat is dan in heel beperkte mate. Als de sfeer er dik in zit, hè. Als je dat wilt capturen, dan pak je een groep selfie. Dat wel. Bijna dagelijks. Ja. Okay, dat is ideaal, want het is ook een beetje selfie-expert. Wat is uw favoriete selfie-pose? Heb je dat zo? In een gezicht doet het meeste gewoon ja, zo. Ja, ik weet niet. Nee, mijn hoofd scheef houden. Ik weet het niet. Ja, misschien. Meestal nooit zo helemaal van voor, maar zo een beetje van opzij. Ah, ja. En waarom juist zo? Ik weet niet. Het ziet er gewoon beter uit. Dat vind ik. Leuk lachje. Duckface is zeker niet. Nee, ik ook niet. Is dat een no-go? Ja, ik vind dat toch niet meer zo. Ik probeer wel zo altijd zo van de hoogte, want het, je recht geeft altijd zo'n beter beeld, vind ik. Niet lang zonder. Voor de dubbele kin, nee. Ik weet dat eigenlijk niet. Ik doe volgens mij heel vaak zo. Zoiets? Ja. Of hoe ziet dat eruit? Zo. Oké, selfies van langs ondernemen of duckfaces zijn duidelijk niet meer in. Maar zijn selfies ook nog wel iemand? Jullie nemen blijkbaar heel graag groepfies, maar niet echt selfies. Net zoals ik. Voilà, dat was de vraag voor vandaag. Dus, see ya!